bij een nieuwe nachtmerrie. Vandaag de nachtmerrie van Sofana. Yes. Maar voordat we gaan beginnen ben ik heel benieuwd, wat is jouw grote nachtmerrie? De laatste tijd droom ik heel veel over inbrekers. Dan lig ik te slapen en dan hoor ik geluiden, dat droom ik dan. En dan wil ik 112 bellen, maar dan krijg ik geen gehoor. Het is zo eng. Al die spullen, dat maakt me niet zoveel uit. Dat boeit me niet, maar onbekende in jouw terrein, dat vind ik heel naar. Sofana, dit is je nachtmerrie. Ja. Die gaat zo beginnen, maar die begint niet hier. Dus je mag die kant op lopen. Ik vind het spannend. Let's go, ja, dat snap ik. Welkom in mijn huis. Dankjewel. Ga lekker zitten, zou ik zeggen. Ik moet nog heel veel boodschappen halen, maar ik ben zo terug. Maak het jezelf lekker comfortabel. Ja. Mikaze Ezukaze. Dankjewel. Een lekker schimmig huisje. Dat is dus echt weer zo'n huisje wat je dan altijd ziet in horrorfilms. Home Alone, dit is leuk. Deze film die heb ik echt al 100 keer gezien. Maar volgens mij wordt hier een beetje gehint naar het feit dat ik nu alleen thuis ben. Holy shit. Oh, fuck. Ik begrijp het nu pas. Ik vind het helemaal niet meer leuk. Nu al een beetje bang. Als je alleen in zo'n huisje zit hier in de bos. Ah, holy shit. Kut. Nee, ja, dit vind ik dus verschrikkelijk. Ja, dit vind ik dus heel naar. Oh mijn god. Oh. Wat moet ik nou doen? Ja, oh. Zo erg. Ik wil eigenlijk wel weg hier. Holy shit, het is helemaal niet. Oh jee, Sofana, dat is duidelijk. Er zijn inbrekers actief. Je moet ze zien buiten te sluiten. Ik heb een paar spullen op de tafel achtergelaten. Misschien kun je daar een paar booby traps mee maken. Heel veel succes en welkom in je nachtmerrie. Oh mijn god. Oké. Batterij. Handboeien. Ja, dan moet ik wel echt heel heldhaftig zijn, maar je weet het maar nooit. Ja, ik moet eventjes zorgen dat ze hier naar binnen komen. Oh ja, ik zie hem alweer. Dat witte folie, dat ga ik hier ophangen. En als ze daar dan via deze deur komen, dan worden ze zo helemaal geflasht. En dan ga ik ze in de boeien slaan. Oké. En zo. Eigenlijk, dan zien ze dit en dan denken ze, goh, wat een booby trap. Dan moet ik eigenlijk hier op die deur, moet ik iets van water doen. Maar dit gaan ze niet verwachten. Misschien dat ze wel zo erg schrikken, dat ze meteen... Oh, jezus, hier wil ik zo'n sukkel. Een deurstop. We gaan op patrouille. Zij komen misschien zo meteen naar boven. Dan lok ik ze hier naartoe. En op het moment dat ze hier binnenkomen, doe ik de deur dicht. En leg ik dit voor. En dan komen ze niet meer eruit. Ik denk dat ik alles heb gedaan. Dus ik ga ze nu uitlokken. Kom dan. Oh. Ja. Ah. Kom. Ah. Daar. Oké, okay. Tijd voor de volgende. Joe, kom dan. Oké, roep je vriend maar. Kom. Ah. Wat? Oké, dat heb ik toch even lekker gefixt. Nou, de politie weer bellen. Sas! Ik ben het, ik ben geen inbreker. Kom erbij, kom erbij.
Oh mijn hemel, je hebt ze echt allemaal uitgeschakeld. Ik heb ze allemaal uitgeschakeld. Hoe was dit voor jou? Nou, ik moet zeggen, ik zat hier gewoon helemaal alone te kijken. En dat je dan een schim ziet. En ja, dat je dan in één keer zo'n bivakmuts ziet, dat is echt heel naar. Je weet niet wanneer ze binnenkomen, dat is allemaal eng. Echt eng. Ja. Echt een nachtmerrie, maar je hebt het wel gedaan. Je hebt 3 inbrekers uitgeschakeld. Dus volgende keer als jij deze nachtmerrie hebt, dan denk jij gewoon, kom maar. Ja. Kijk uit, inbrekers. Ik zou niet naar zo vaak het huis gaan. Vond je dit nou een toffe nachtmerrie? Geef dan vooral even een duimpje omhoog. En drop hieronder in de comments wie jij nou een keer wilt zien in de nachtmerrie. Dan zijn we de volgende keer weer met een hele nieuwe. Yes, dankjewel. Snel naar je bedje. Snel naar je bedje. Oh, inbreker. Daar. Oké, laat maar. Die kant al langs.